Hey, Jeroen hier van Reset en in deze video leg ik je uit wat de stille killer is achter jouw vermoeidheidsklachten, depressies, burn-out en chronische pijn. Nou, veel mensen voelen zich tegenwoordig vermoeid, depressief of voelen veel pijn of belanden in een burn-out. Maar vaak ligt een laaggradige ontsteking ten grondslag hiervan. Maar wat is nou een laaggradige ontsteking en waardoor wordt een ontsteking, laaggradige ontsteking eigenlijk veroorzaakt? Nou, dat wil ik je graag in deze video uitleggen, maar allereerst wil ik induiken op ontsteking zelf. Want wat is eigenlijk ontsteking zelf nou eigenlijk? Nou, een ontsteking is een reactie of een immuunreactie eigenlijk van het lichaam op beschadiging van weefsel of op prikkels van buitenaf. En dit kunnen microbiologische prikkels zijn zoals bacteriën, virussen of schimmels. Maar ook chemische prikkels zoals uitlaatgassen of huidcremes of shampoos of douchegels die op chemische basis gemaakt zijn en daardoor eigenlijk de huid irriteren. Of antinutriënten in voedsel, waar ik ook nog later in zal duiken. Of fysische prikkels, zoals hitte, koude, UV-straling. Of daarnaast als laatste simpelweg een insectenbeet, waardoor je weefsel beschadigt. Nou, het doel van een ontsteking is eigenlijk het herstellen van het beschadigde weefsel op de prikkels van buitenaf. En daarop heeft het lichaam of het immuunsysteem eigenlijk drie verschillende strategieën ontwikkeld. Nou, de eerste strategie is de normale immuunreactie. En in deze grafiek kun je ook zien dat er een piek in de ontsteking ontstaat. En vervolgens kan de ontsteking op tijd beëindigd worden door voldoende oplossingsstoffen. En waaronder omega 3. Nou, de tweede strategie is een overimmuunreactie. En zoals je in de grafiek kunt zien, in deze die nu in beeld komt, kan je zien dat de immuunreactie niet op tijd beëindigd kan worden. En dit komt onder andere door het tekort aan die oplossingsstoffen, waaronder dus omega 3. En met als gevolg een multiple organ failure en uiteindelijk de dood. Dus die tweede strategie, die wil je liever niet. Nou, de derde strategie, en de laatste, is dan een slappe chronische immuunreactie. Oftewel een laaggradige ontsteking. En zoals je in deze grafiek die nu weer in beeld komt kunt zien, is dit een milde ontstekingsreactie van het lichaam. Omdat het niet de toestemming krijgt om een heftige ontstekingsreactie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld koorts. Nou, dit komt onder andere door te weinig stopsignalen. En het lichaam is daardoor constant een klein beetje aan het ontsteken. En dat vraagt enorm veel energie van het lichaam. En waardoor er eigenlijk allerlei disbalansen ontstaan. Nou, daar ga ik nog later dieper op in. Nou, wanneer ontstaat dan die laaggradige ontsteking, of wanneer kiest het lichaam nou eigenlijk voor die derde strategie? Nou, een laaggradige ontsteking ontstaat wanneer de barrières in het lichaam eigenlijk verhoogd doorlaatbaar zijn, of als er dus niet voldoende stopsignalen zijn om de ontsteking te beëindigen. Want de barrières in ons lichaam houden normaal gesproken eigenlijk alle troep buiten het lichaam en laten alleen onschadelijke stoffen ons lichaam in. Tot deze barrières behoren de slijmvliezen in ons spijsverteringskanaal, dus eigenlijk van mond tot kont, van mondslijmvlies tot darmslijmvliezen, maagslijmvlies, allerlei slijmvliezen ook in onze neus en ook de huid. Nou, ook weer een hele belangrijke barrière om ons te beschermen van prikkels van buitenaf. Maar bij een laaggradige ontsteking werken de barrières eigenlijk niet meer goed en ja, het moderne leven eist eigenlijk zijn tol en leidt tot een verhoogde doorlaatbaarheid en beschadiging van deze barrières. Giftige stoffen en resten van allerlei ziekmakende bacteriën komen zo gemakkelijk via onder andere een lekke darm eigenlijk het lichaam in. En dit leidt tot ontsteking in de bloedbaan, oftewel endotoxemie genoemd. Dat zorgt weer voor een activatie van het immuunsysteem. En doordat er wel honderden ziektevectors tegelijk het lichaam binnendringen, dan krijgt het immuunsysteem eigenlijk geen toestemming om voor een heftige reactie te kiezen. Want dat zou uiteindelijk voor die tweede reactie zorgen, wat uiteindelijk leidt dus tot een overreactie met die multiple organ failure en uiteindelijk dus de dood.
Dus daarom kiest het lichaam eigenlijk ervoor om slechts de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers te remmen, waardoor de schade in het lichaam dus beperkt blijft en continu een klein beetje blijft ontsteken. En dat wordt ook wel die slappe ontstekingsreactie genoemd, of die laaggradige ontsteking. Dus je blijft continu op een laag pitje, blijf je maar ontsteken, ontsteken, ontsteken. Nou, zolang de barrières niet goed werken en het dus troep in het lichaam blijft komen, dan zal het immuunsysteem op een laag pitje geactiveerd blijven. En dat zorgt dus voor die chronische ontsteking, oftewel die laaggradige ontsteking. En een laaggradige ontsteking veroorzaakt op de korte termijn allerlei vermoeidheidsklachten, depressies, chronische pijn en een verminderd libido. Nou, het immuunsysteem eist namelijk ontzettend veel energie op en hierdoor blijft dus minder energie over voor de overige organen, waaronder de voortplantingsorganen, de schildklier, de hersenen, de spieren. Je krijgt spierkrampen, je krijgt minder zin in bewegen, je hebt minder goede concentratie, minder goede slaap, je stemming gaat omlaag en allerlei andere nadelen die een laaggradige ontsteking kunnen veroorzaken. En op de lange termijn kan het zelfs tot 95% van alle westerse welvaartsziekten die we tegenwoordig hebben veroorzaken. En Hippocrates, oftewel de grondlegger van de westerse geneeskunde, die zei het al, van alle ziekte die begint uiteindelijk in de darmen. Maar wat is uiteindelijk de oorzaak van een laaggradige ontsteking? Nou, een laaggradige ontsteking wordt dus veroorzaakt door die ontsteking in de bloedbaan door een lekke darm, wat ook wel endotoxemie wordt genoemd. Nou, endotoxemie wordt veroorzaakt door die lichaamsbarrières met een verhoogde doorlaatbaarheid, waaronder dus die lekke darm. Maar welke factoren zorgen ervoor dat een lekke darm ontstaat? Nou, het antwoord hierop is heel kort door de bocht gezegd eigenlijk stress. En stress in de breedste zin van het woord, zowel psychisch als fysiek. Want door stress wordt het sympathische zenuwstelsel, oftewel fight-flight-stand, en het hypothalamus-hypofyse bijnierarts geactiveerd, waardoor er vervolgens stresshormonen zoals noradrenaline, adrenaline en cortisol worden geproduceerd. En deze hormonen maken jouw darmbarrières verhoogd doorlaatbaar, met een darm die zo lek als een mandje is tot gevolg. Maar waarom wordt de darmbarrière verhoogd doorlaatbaar door stress? Nou, onze genen zijn eigenlijk nog 99,9% identiek aan dat van de oermens. En in de oertijd werd stress altijd veroorzaakt door een beer of een tijger en was het noodzaak om snel te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Om de kans van overleven te vergroten is het belangrijk om zoveel mogelijk energie vrij te maken. En een van de overlevingsstrategieën hiervoor was om de darm verhoogd doorlaatbaar te maken. Om zoveel mogelijk natrium, glucose en water vrij te maken. En nu nog steeds heeft het lichaam dezezelfde fysiologische reactie op stress. Alleen zit er nu geen beer of tijger meer achter ons aan. Maar is het vanwege ons werk, relaties of allerlei andere nieuwe stressoren uit het moderne leven? Nou, dat is prima op de korte termijn, maar op de lange termijn blijft er maar rotzooi het lichaam binnenkomen door chronische, langdurige stress. Nou, wat uiteindelijk weer een laaggradige ontsteking tot gevolg heeft. En dat wil je dus liever niet. Nou, welke factoren zorgen uiteindelijk voor stress en welke verschillende stressoren, zoals dat zo mooi genoemd wordt, kunnen uiteindelijk voor leiden dat die darm dus verhoogd doorlaatbaar wordt, waardoor je endotoxemie hebt en dan uiteindelijk weer een laaggradige ontsteking. Nou, de moderne maatschappij zit hier eigenlijk vol mee met die stressoren die chronische stress eigenlijk veroorzaken, of langdurige stress. Denk hierbij aan de verkeerde voeding, te weinig of te veel beweging, roken, een slaaptekort of luchtvervuiling. Maar ook negatieve zelftalk of allerlei negatieve gedachtes, tot zelfs eenzaamheid die een stressreactie uitlokken in het lichaam door een geactiveerde HPA-as, oftewel de hypothalamus-hypofyse pijnieras, die uiteindelijk weer cortisol, noradrenaline en adrenaline vrijmaakt, met een lekke darm tot gevolg. En endotoxemie met uiteindelijk weer die laaggradige ontsteking op de lange termijn. Nou, wat is dus dan voeding die een laaggradige ontsteking veroorzaakt? Nou, als we kijken naar voeding zijn er eigenlijk vier belangrijke factoren die een laaggradige ontsteking uitlokken.
Dat kun je zien in deze afbeelding die nu in beeld komt uit een belangrijk onderzoek naar laaggradige ontsteking. En de eerste factor is een verstoorde omega-6-omega-3 balans. En een langdurige activatie van het immuunsysteem wordt veroorzaakt door een te hoge omega-6 inname en een te lage omega-3 inname. Want omega-6 die veroorzaakt brandjes, maar omega-3 die blust de brandjes in het lichaam. En beide zijn essentieel, maar de balans is zoek. En tegenwoordig eten we te veel van het brandjesstichtende omega-3, omega-6 vetzuur linolzuur. En dit zit in margarine, waaronder bezel, zuivel, granen, onder andere brood, pasta, muesli, pinda's zoals pindakaas, vlees, zonnebloemolie, rijstolie, arachideolie, pindaolie, sojaolie en allerlei andere pak- en braadolie die we sinds 1900 in grote hoeveelheden zijn gaan raffineren of gaan consumeren. En met vlees bedoel ik vooral zoogdierenvlees, dus rood vlees. Nou, waar zit omega-3 dan in? In omega-3 zit het vooral in schaal- en schelpdieren en zeegroenten zoals kelp, kombu, wakami en zeekraal. En daarnaast zit omega-3 in groene bladgroenten zoals spinazie, zaden, noten, zoals hempzaad, lijnzaad en chiazaad. En ook nog pompoenpitten en walnoten. En er zit alleen een groot verschil tussen omega-3 vetzuren uit zeevoedsel en omega-3 vetzuren uit plantaardig voedsel. Want zeevoedsel bevat omega-3 vetzuren in de vorm van EPA en DHA. Terwijl plantaardig landvoedsel omega-3 vetzuren in de vorm van alfa-linolenzuur bevat, dus ALA. Nou, ons lichaam is eigenlijk niet goed in staat om ALA om te zetten in EPA en DHA. Vooral niet als de omega-6-3 balans in je lijf al erg hoog is, wat bij de meeste mensen tegenwoordig eigenlijk het geval is. Deze kun je ook zelf eenvoudig meten en dan heb ik een artikel hieronder geplaatst in deze video. Die kan je dan lezen en kan je erachter komen hoe je dat zelf kan meten. Nou, daarom zullen plantaardige omega-3 bonnen eigenlijk uit afkomstig van het land nauwelijks de omega-6-3 balans herstellen of veranderen, zoals walnoten, bladgroenten, chiazaad, lijnzaad, hennepzaad en pompoenpitten. Nou, de glycemische lading is ook een factor die de ontsteking beïnvloedt. Want het zegt iets over de mate waarin de koolhydraten uit het voedingsmiddel worden omgezet in suikers, of dus eigenlijk de snelheid. En hoe sneller, hoe hoger de glycemische lading en hoe meer de bloedsuikerspiegel in je bloed gaat schommelen. En dit zorgt voor een stressreactie in het lichaam, waaronder dus weer die HPA wordt geactiveerd en weer een activatie van het immuunsysteem tot gevolg. En denk hierbij aan voedingsmiddelen die bestaan uit geraffineerde koolhydraten zoals brood, crackers, pasta en rijst. Maar ook koek, snoep en chips. Ons lichaam is hier eenvoudigweg niet optimaal op aangepast. Nou, een derde factor is een hoog calorisch voedsel. En enerzijds is het prima om veel calorieën te eten, maar dan moet je anderzijds ook veel bewegen. Dus energieverbruik moet gepaard gaan met energieinname. Dus eigenlijk zorgt te veel energieverbruik met te weinig of te hoge energieinname met aan de andere kant te weinig energieverbruik voor de toename van het visceraal vet. Het vet tussen de organen. En dit vet produceert veel ontstekingsbevorderende stoffen, waardoor je uiteindelijk weer die laaggradige ontsteking uitlokt. Nou, de vierde en laatste factor als het gaat om voeding is antinutriënten. Voeding die rijk is aan antinutriënten leidt tot een laaggradige ontsteking. En denk hierbij aan saponine en lectine uit granen, aardappels, peulvruchten en onrijpe tomaten. Op een evolutionaire tijdschaal zijn we deze producten pas sinds een relatief korte periode gaan eten. Namelijk 10.000 jaar geleden, door de opkomst van de agrarische revolutie. En als Homo sapiens lopen ongeveer 200.000 jaar op deze aardkloot en zijn we door de jaren heen gevormd door onze natuur. En onze genen die veranderen maar 0,5% per miljoen jaar. En hierdoor heeft ons lichaam eigenlijk onvoldoende tijd gehad om zich aan deze nieuwe voedingsmiddelen aan te passen. En die kun je ook zien in de tabel die nu in beeld komt. Dan kun je alle nieuwe voedingsmiddelen zien waar ons lichaam eigenlijk niet optimaal op aangepast is. Die in de afgelopen 10.000 jaar door de agrarische revolutie eigenlijk zijn gedomesticeerd. Nou, tot zover de vier factoren.
Nou, als laatste kunnen ook voedingstekorten zorgen voor een laaggradige ontsteking. Waaronder een tekort aan voedingsvezels en vitamine en mineralen zoals vitamine D, vitamine K en magnesium. En samengevat is een laaggradige ontsteking dus de stille killer achter bijna alle chronische klachten en westerse welvaartsziekten die we vandaag de dag kennen. De oorzaak van laaggradige ontsteking is chronische stress. En hierdoor wordt de darmbarrière zo lek als een mandje als overlevingsstrategie uit de evolutie om energie vrij te maken om de stressor, zoals die beer of tijger, zo snel mogelijk uit te schakelen. Alleen nu is die beer of tijger vervangen door slechte voeding, te weinig beweging, allerlei andere stressoren zoals luchtvervuiling die allerlei stressreacties opwekken. En ja, dat er een mismatch eigenlijk ontstaan is. Nou, door een lekke darm kunnen er dus allerlei ongewenste stoffen het lichaam inkomen. Het immuunsysteem gaat hier vervolgens op reageren en staat continu aan op een laag pitje. Nou, sinds de opkomst van de agrarische revolutie en de industriële revoluties ervaren we steeds meer chronische stress door verschillende stressoren in ons leven. En dit leidt tot ontsteking. En voorbeelden van deze stressoren zijn psychische stress, maar ook fysieke stress door de verkeerde voeding. Dus onder andere die verkeerde omega 6, omega 3 balans. De fastfood, aardappelen, tomaten, granen, peulvruchten. Te weinig of juist te veel beweging, luchtvervuiling. Meer energieinname dan energieverbruik, dus hoge calorieinname. Roken en te weinig slaap. En daarnaast leidt een tekort aan vezels, vitamine D, vitamine K en magnesium ook tot een laaggradige ontsteking. En dat wil je allemaal liever niet, dus daarom wil ik je graag uitnodigen om deze stressoren eigenlijk zoveel mogelijk te elimineren of te verminderen. Hoewel dat soms nog wat lastig is. Nou, voor psychische stress kan je eenvoudig een lijstje maken met een streep door de midden waar je aan de andere kant de dingen zet die je energie opleveren en aan de andere kant de dingen die je energie kosten. Dus maak die lijst en zorg dat je die stress zoveel mogelijk gaat elimineren. Zorg daarnaast ook voor die voeding, dat je dat gaat verminderen. En al die andere stressoren zoals luchtvervuiling, hoge calorieinname en weinig calorieverbruik. Dus te weinig beweging, te veel stilzitten, te weinig slaap. Dus al die dingen die te maken hebben met jouw leefstijl. Breng die shit op orde en ik wens je daar heel veel succes mee. Tot zover deze video vol informatie over de laaggradige ontsteking, wat nog een belangrijk onderwerp is. En dan zie ik je graag terug in een van de volgende video's. Vergeet je niet te abonneren door op de rode knop onder deze video te drukken. En like deze video als je de video leuk vindt of als het je geholpen heeft. En dan zie ik je graag terug in een van de volgende video's.